De rechter heeft beslist, de pier moet dicht. Morgenochtend gaat het slot erop. Delftse zonneauto Nuna, na 2 jaar weer de snelste in Australië. En Haagse lerares op de koffie bij premier Rutte. Dag dames en heren, de pier gaat morgen dicht. Dat heeft de rechter zojuist besloten. Den Haag wilde dat de pier gesloten werd omdat de brandveiligheid niet in orde was. Maar de curator van de failliete pier was het daar niet mee eens. En hij wilde dat de pier open bleef, stapte daarom naar de rechter. Voor ons bij de rechtbank, Lot van Bree. Lot, jij volgde deze zaak. Wat heeft de rechter gezegd? De rechter die vindt dat de gemeente Den Haag op goede en rechtmatige gronden heeft bepaald dat morgen de pier gesloten moet worden. Want zo zei de rechter, eigenlijk is iedereen het er wel over eens dat de pier op verschillende punten gebreken vertoont en gewoon niet veilig is. En dan is het goed dat de gemeente Den Haag het belang van de bezoekers voorop stelt boven het economische belang van de curator en de ondernemers op de pier. Maar voor de ondernemers op de pier is het wel een grote teleurstelling. Het is 35 jaar van mijn leven en dat stopt. Wat gaat u nou doen? Niets, ja. Aanvraag sociale dienst. Stenigen. En het afwikkelen van mijn personeel die ik nog tot 31 december moet doorbetalen. Ik zal het voor de rest niet weten. Een zwarte dag dus voor de ondernemers van de pier. En ook voor de curator is het een slechte uitspraak. Die curator die probeerde vandaag dus de sluiting van de pier tegen te gaan. De pier is niet veilig. Volgens de gemeente werkt de alarminstallatie op de pier niet, waardoor mensen niet gewaarschuwd kunnen worden, zijn de vluchtwegen gevaarlijk en loopt er geen personeel op de pier rond dat een crisissituatie in goede banen kan leiden. Daarom moet hij dicht. Maar de curator vecht dit aan, want sluiten is onverstandig. Omdat daarmee de huurders geen bedrijf meer kunnen uitoefenen, dat is één. En twee, omdat als je hem helemaal afsluit, de verpaupering sneller gaat en niet langzamer. Bij sluiting dreigt nog een ander probleem, want het is maar de vraag of de pier dan nog te verzekeren is. Het zijn serieuze problemen, want dan gaat bijvoorbeeld de premie omhoog en de vraag is of ik dat kan betalen. En als ik het niet kan betalen, wie gaat het dan wel betalen? En als het nou eens allemaal niet verzekerbaar is, wat gaat er dan gebeuren? Ik weet het niet. Ik ook niet. Nou, hij kan er nog om lachen dus, maar hij heeft ook verzekerd dat de verkoop van de pier gewoon doorgaat. Een sluiting is geen belemmering daarvoor. Dankjewel, Lot van Bree. Ja, en terwijl in de rechtbank beslist wordt over de toekomst van de pier, wachten sommige ondernemers de uitspraak van de rechter niet af. Ze zijn vast begonnen met het inpakken van de spullen. Ja, zoals je ziet zijn we de boel aan het leeghalen en voor morgen moet alles weg zijn. Jan de Zwart verkoopt al 7 jaar souvenirs op de pier. Zijn winkel is alles voor hem, maar die raakt hij nu dus kwijt en daar is hij boos over. Ja, dat doet heel veel pijn. Kijk, er loopt hier personeel rond wat al 40 jaar voor deze winkel werkt. En die is gewoon onder het toezicht ook van de gemeente Den Haag door de familie van de Valk naar de kloten geholpen. En de gemeente Den Haag heeft gewoon zo gezeten. Niks gedaan, niks voor de ondernemers en we mogen het uitzoeken. Maar dat geldt niet alleen voor de souvenirwinkel. Ook voor de ijssalon, het casino en het restaurant kan de uitspraak van de rechter het einde betekenen. Ja, de jongen van het pannenkoekenhuis die heeft hier een investering van een goede 500.000. Dus die kan zijn tent sluiten en ja, ook daar geen vergoeding voor. Dus ja, je kan je eigen voorstellen hoe iemand zich voelt. En wiens schuld dat is voor Jan wel duidelijk. Ik denk dat er 3 partijen zijn die schuldig zijn hieraan. Van de Valk nummer 1, gemeente Den Haag nummer 2 en meneer de curator, daar gaan we het helemaal niet over hebben. Daar bent u niet blij mee? Ik hoop dat de pier in zee zinkt als hij hier op de pier loopt. Hoe het nu verder moet met zijn zaak, dat weet Jan nog niet. Maar hij ziet de toekomst somber in. Ze heeft eigenlijk nu geen inkomen meer na vanmiddag. Nee, maar er is niemand die erover wakker ligt. Het houdt gewoon op hier, klaar. Je mag je spullen pakken, wegwezen. Dank u gemeente Den Haag, dank u meneer Van der Valk en dank u meneer Ulink. En vandaag werd bekend dat Easy Hotel serieus werk gaat maken van de aankoop van de pier. Het bedrijf wil dat er naast een hotel ook recreatiewoningen, koophuizen en horeca komen. Om dat plan te realiseren gaat Easy Hotel samenwerken met een projectontwikkelaar. De twee bedrijven hebben gezegd dat ze een serieus bod willen uitbrengen op de pier. We gaan verder met kort nieuws. De woningmarkt trekt weer aan. Dat blijkt uit cijfers van de Nederlandse Vereniging van Makelaars. In de regio Haaglanden zijn er meer huizen verkocht dan in het vorig kwartaal, terwijl de woningprijzen ondertussen minder zakken.
De omgeving Delft is de grootste stijger. Ten opzichte van het tweede kwartaal steeg de verkoop met bijna 12,5%. De gemiddelde woningprijs ligt daar nu op 203.000 euro. En Omroep West hoeft niet bang te zijn dat ze wordt overgenomen door de landelijke publieke omroep. Dat zei staatssecretaris Sander Dekker in het Kamerdebat over bezuinigingen op de omroepen. Dekker reageert daarmee op de onrust die is ontstaan over het voorstel van de NPO om de regionale omroep centraal vanuit Hilversum te leiden. Dat moet een besparing van 25 miljoen euro opleveren. In het Kamerdebat zei Dekker dat hij open staat voor het alternatieve plan van de regionale omroepen om meer met elkaar samen te werken. Hij zegt geen bezwaar te hebben tegen afzonderlijke redacties, maar dat de gezamenlijke organisatie efficiënter kan. In Maasdijk is een politiewagen in een greppel beland. Dat gebeurde aan de Oranjesluisweg. De agenten waren op weg naar een inbraak. De politieauto raakte waarschijnlijk door aquaplaning van de weg. Ramde daarna een hek en kwam in de greppel terecht. De wagen raakte zwaar beschadigd en is door een takelwagen uit de greppel gehaald. Inbrekers werden niet meer gepakt. Het bleek te gaan om loos alarm. Ja, mooi succes voor de studenten van de TU Delft. Met hun zonnewagen Nuna wist het Nuon Solar Team vannacht voor de vijfde keer de World Solar Challenge in Australië te winnen. Zo ziet de overwinning van het team eruit. En zo ziet het vertrek van de race eruit afgelopen maandag. Na 400 kilometer was het dus ons gelukt om alle auto's die nog voor ons reden in te halen. En het kon er lekker door. Om de race te winnen heeft het team een technisch geheim wapen meegenomen. Onder ons gewone paneel hadden we dus nog kleine celletjes met lenzen erop. Waardoor we tijdens het laden, dus statisch laden, wanneer we stilstonden, we heel veel extra energie binnengekregen. En daarmee hebben wij dus op een dag als vandaag, terwijl het eigenlijk regent, hadden wij nog genoeg energie over om naar Adelaide te rijden. Het team ligt voor de finish al 56 kilometer voor op de Japanners, die de afgelopen 2 jaar de wedstrijd wonnen. Reden te meer om de overwinning goed te vieren. Het zal wel een goed feestje worden. Vandaag is een speciale dag voor de Haagse lerares Tinge Klapwijk. Ze mag op bezoek bij premier Mark Rutte. De juf van Montessori-school Valkenbos werd afgelopen zaterdag gekozen tot lerares van het jaar. De dag begint voor Tinge nog gewoon in de klas. Maar zo meteen zal ze de premier van Nederland ontmoeten. Ja, ik heb er gewoon heel veel zin in. En ik zie het als een grote eer om bij hem op bezoek te mogen met de andere winnaars. Ik heb er zin in. Afgelopen zaterdag werd juf Tinge door een jury gekozen tot lerares van het jaar. En vandaag mag ze naar het Binnenhof om de prijs op te halen. Haar klas vindt het helemaal terecht dat hun lerares de lerares van het jaar geworden is. Omdat ze gewoon heel lief is en goed. Ik vind het heel erg fijn dat ze iedereen gelijk behandelt en dat ze niet iemand heel erg voortrekt of zo. Stel je voor, je hebt het heel goed te rekenen, dan gaat ze ook jouw spelling opvoeren. Ze geeft gewoon heel goed les. Complimenten genoeg dus, maar de komende tijd wordt het hard werken voor Tinge. Als lerares van het jaar moet ze naar symposia, lezingen en ze wordt lid van de Lerarenkamer, een adviesorgaan van het ministerie van Onderwijs. Daar wil ze zich graag laten horen. Over onder andere bijvoorbeeld cijfertjescultuur, die vind ik echt in onderwijsland echt heerst. Dat vind ik jammer dat er zo ontzettend veel naar alleen maar cijfers wordt gekeken. En dan is het op naar het Binnenhof. Ja, bijzonder gevoel om hier te mogen zijn. Staatssecretaris zei het al, mensen die gaan zachtjes praten zodra ze hier binnenkomen. Dat hoeft eigenlijk helemaal niet. Ja, dat gevoel krijg je wel. Het is echt bijzonder. Vereerd om hier te mogen zijn vandaag. Van harte, wij zijn ongelooflijk trots op jullie. En jullie mogen ook bijzonder trots zijn op jezelf. Het Haags Gemeentemuseum pakt dit weekend uit met een tentoonstelling over het mode-icoon Coco Chanel. Parfum, handtassen, jurken, mantelpakjes, juwelen, het komt allemaal voorbij. De koningin van de mode. Zo luidt de bijnaam van het stijlicoon van de vorige eeuw, Coco Chanel. Niet alleen bekend van de best verkochte parfum ooit, maar ook van haar felbegeerde handtassen en natuurlijk de veel gekopieerde Little Black Dress. Het knappe is, zij is er al een tijdje niet meer. Het modehuis is nog springlevend en men draagt allerlei afgeleiden van haar kleding nog steeds. Legendarisch is het antwoord van Marilyn Monroe op de vraag wat zij in bed droeg. Dus ze wilde eigenlijk niet zeggen ik slaap naakt, maar Chanel nummer 5, dat was dan maar het antwoord wat ze gaf. Tijdens haar leven doet Chanel alles met passie, soms iets te.
Dan is zij op een model is zij stof aan het draperen en doorpassen. Nou, dat gaat niet aardig. Ze denkt er totaal niet aan dat er iemand in die kleding zit. Ze staat daar te rukken en te trekken. Zij wil dat het zo en zo en zo. Dan gaat ze zo op in wat ze aan het doen is. Maar dat haar stijl door veel andere modeontwerpers is gekopieerd, vindt ze geen probleem. Ze was er heel makkelijk in. Ze vond, nou, hoe meer vrouwen er mooi à la Chanel uitzien, des te liever het me is. Bijzonder aan de tentoonstelling is de aankleding van de zalen. Die zijn voorzien van tapijt en gordijnen. Het geeft gelijk iets heel ingetogens, iets heel chiques, iets minimalistisch. En dat past heel erg bij haar ontwerpstijl, maar ook bij haar vormgeving van het couturehuis. En voor wie geen 5000 euro heeft om een Chanel te kopen, is er de mogelijkheid om een jasje te passen en daarmee op de foto te gaan. Bent u wellicht op zoek naar een nieuw huis? Nou, dan moet u zeker blijven kijken, want sinds deze week verkoopt het Rijk een aantal prominente gebouwen, waaronder een voormalige bunker uit de Tweede Wereldoorlog in het Haagse Klingendaal. Wij kregen vandaag een rondleiding van de makelaar. Nou, hier is dan de ingang. Het is een van de twee hoofdingangen. Kom verder. Toch voor bunkerbegrippen een ruime ingang. Het is ooit gebouwd als een oude hospitaalbunker door de Duitsers. Deze bijzondere ruime bunker is een gemeentelijk monument. Het heeft ruim 2 verdiepingen en met ruim 850 vierkante meter niet klein te noemen. Dit zijn de grotere kamers in de bunker. 3 stuks op een rij. Waar je rekening mee moet houden is dat de elektra natuurlijk nogal oud is. De bunker wordt na de Duitsers overgenomen door het Nederlandse leger. In de Koude Oorlog, zal ik maar even zeggen, is dit echt als een functionerend verbindingscentrum gebruikt. En dat kan je hier nog wel zien. De kaarten hangen nog aan de muur. Tot 2 jaar geleden is het gebruikt door Defensie als opslagruimte voor de uniformen van Prinsjesdag. Dit is de laatste kantoorruimte die nog in gebruik is geweest. Blijft de keuken? Van wat er nu staat, blijft er alles staan. Ja. Nou, dit is aan de buitenkant toegankelijk alleen nog een garage. Ik denk dat er wel iets van 4 auto's in kunnen en een bergingshok. Deze bunker heeft Defensie dus niet meer nodig en staat nu te koop. Iedereen mag bieden, maar zonder commerciële doeleinden. Wat kost het? Ja, dat zeg ik niet. We doen het bij openbare inschrijving en we hopen natuurlijk op een optimale prijs. Nou, ik ben dus hier geweest, hè? Tot hier. Voor Paul de Wilde is het een bijzondere plek. Hij is een van de eerste burgers die de bunker in kon na Dolle Dinsdag in 1944. Hier heb ik die zakken met soepgroenten, gedroogde groenten en gedroogd vlees heb ik gevonden. En Paul wil als eerste een bod uitbrengen. 10.000 euro. Nou, de notaris is aan het woord straks. Ik denk niet dat u het ervoor heeft. Nou, de laatste bunker is vorig jaar verkocht voor enkele tonnen. We gaan verder met het weer. Huub Mizee. Bij regenweer zijn de files in het algemeen langer. Dat is niet leuk, maar het geeft sommige mensen wel de gelegenheid om een mooie foto van de regenboog te maken. We hadden dus niet alleen met regen te maken, maar ook de zon was van tijd tot tijd zichtbaar. Het weer heeft in ieder geval een herfstkarakter gekregen. Overdag was het slechts 10 tot 12 graden. Tijdens de afwisseling van buien en opklaringen waren vandaag ook mooie buienwolken te zien. De onderkant van zo'n wolk is vaak donker en bestaat uit wolkendruppeltjes. Bovenin de wolk is het lichter en bevinden zich ijskristalletjes. Uit de verschillende buien is vandaag rond de 10 mm neerslag gevallen. Vanavond en vannacht valt er nog een enkele bui. Verder zijn er ook wel wat opklaringen en kan er plaatselijk een mistbank ontstaan. De wind wordt geleidelijk noordoostelijk en is eerst zwak, maar zal toenemen tot matig, langs de kust tot vrij krachtig of krachtig en de minima liggen rond 6 graden. Morgen is er veel bewolking en in de loop van de ochtend gaat het opnieuw regenen. De noordoostenwind zal matig zijn, langs de kust vrij krachtig of krachtig en met maxima van 11 of 12 graden blijft het een vrij koude dag. Tijdens de regen kan de temperatuur zelfs nog wat lager zijn. Zaterdag is er nog niet veel verandering. Ook dan is er vrij veel bewolking met van tijd tot tijd regen. De wind wordt zuidoost en zal afnemen, maar in de temperatuur komt eveneens nog geen verandering. En tot zover TV West vandaag. Meer nieuws is te vinden op onze website omroepwest.nl en natuurlijk ook op onze app voor uw smartphone of tablet. Straks kunt u nog kijken naar deel 2 van de serie Den Haag viert het Koninkrijk ter ere van het 200-jarig bestaan van het Koninkrijk Nederland. Morgenochtend om 7 uur meldt het TV West nieuws zich weer. Wij zijn er morgenmiddag weer vanaf 17:30. Mooie avond nog.